Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van Fietsenwinkel Barendrecht. Wij staan vandaag bij de Kalkoff Image 3B Excite Benelux. Dat is een fiets met een Bosch Performance Line motor, een riemaandrijving en een Nexus 5. In een aparte video leggen we nog verschillen uit tussen de 3-serie en de 5-serie van Kalkoff. Want die hebt ook van dit model de 5-serie. Nou, dat kan wel verwarrend zijn, dus daar hebben we een aparte video voor gemaakt waar we de precieze verschillen uitleggen tussen de 3 en de 5-serie. Een link van die video zal je wel zien in de beschrijving van deze video. De geometrie en de maatuitvoeringen van deze fiets. Modeljaar 2022, dat is het modeljaar waar dit model alleen in één kleur verschijnt. Normaal heb je 2 of 3 verschillende kleuren, maar dit jaar heb je maar 1 kleur, deze prachtige mooie matgrijze kleur. Komt in verschillende maten. De S is de 45 cm framehoogte, de M 50 cm en dan heb je de Large 55 en de X-Large in de 60 cm. Je hebt het damesmodel, maar je krijgt hem ook in het herenmodel. Verder heeft dit een rechte zithouding, het stuurbocht komt een beetje naar je toe, waardoor je comfortabel en rechtop zit. We gaan verder met de motor en de aandrijving van deze fiets. Bosch Performance Line motor, dus dat is de 65 Nm variant van Bosch. Met een Intuvia display, dat is een afneembare display van Bosch. Je kan natuurlijk altijd de display upgraden naar de Kiox of de Nion. Van de Nion hebben we een aparte video, daar kan je ook bekijken wat de meerwaarden van de display zijn. Voornamelijk de navigatie en de touchscreen springt er bovenop bij dat scherm. Komt standaard met een 500 wattuur accu. Accu kan je afnemen, uitnemen uit het frame en opladen, maar je kan hem ook opladen hoe die zo zit in het frame. Kalkoff heeft een hele mooie plug wat je zo de oplader in kan pluggen. Als we verder ingaan op de specificaties van dit model, komen we het schakelsysteem tegen. De Nexus 5, dat is het allernieuwste schakelsysteem van Nexus. Speciaal gemaakt voor de middenmotoren. Kan heel goed gecombineerd worden met een krachtige middenmotor als deze, de 65 Nm van Bosch. De Nexus 7 en 8 hadden daar heel veel moeite mee. De Nexus 5 is prima daarop afgesteld. De anti-lag buitenbanden die standaard bij deze fiets komen zijn hybride buitenbanden. Je kan zowel heel goed op asfaltwegen fietsen, maar ook op bospaden of wat modderige wegen. Aan de zijkanten heeft hij wat grof profiel, zodat je en grip hebt op een bosachtige pad bijvoorbeeld. Maar je hebt natuurlijk heel goede weerstand als je gewoon op de asfaltwegen rijdt. Komt met hydraulische schijfremmen van Shimano. Natuurlijk de riemaandrijving, de Gates Carbon CDX. Nou, je kan 30.000 kilometer met zo'n riem mee. Je hebt haast geen onderhoud aan nodig. Het enige waar je rekening mee moet houden bij zo'n riem is bijvoorbeeld dat hij niet zanterig of korrelig wordt. Dan is het even kwestie van spoelen met lauw water. De Rectem bagagedrager, nou, dat is ook een hele mooie eigenschap van dit model. Rectem is een kliksysteem, dan kan je je dubbele fietstas, je bagagedragertas of enkele fietstas kan je natuurlijk altijd erop en eraf halen. Maar voornamelijk de dubbele fietstassen en de bagagedragertassen kan je heel eenvoudig erop klikken en weer afhalen. Nou, dit is dus een Benelux serie van Kalkoff. Kalkoff is een Duits merk. Fietsen in Duitsland die komen niet standaard met een ART goedgekeurd slot. Wat een vereiste is voor een verzekering in Nederland. Wil je de fiets verzekeren tegen diefstal, heb je een ART goedgekeurd slot nodig. Nou, die fietsen komen niet standaard met een ART goedgekeurd slot. Hebben geen jasbeschermers en hebben geen kettingkast. Dat zijn de normale fietsen van Kalkoff. Nou, daarnaast heeft Kalkoff natuurlijk de Benelux serie in leven geroepen. Daarop heb je een ART goedgekeurd slot. Jasbeschermers, wat je bij deze fiets ziet. En een kettingkast. Ja, de riemaandrijving heeft of helemaal geen kettingkast. Als hij heeft, heeft hij een half open kettingkast. Dan heb je bij deze dan een half open kettingkast. De ringslot is een ringslot met een insteekmogelijkheid. Dus kan je ook een insteekslot mee combineren. Tot slot is deze fiets voorzien van een verstelbaar stuurpen.
kan je meer naar je toe en van je afhalen. Verende voorvork en een verende zadelpen. En die zorgen natuurlijk voor een hele comfortabele rijervaring. En verder is hij heel rijk en goed uitgerust met alle opties die je eigenlijk nodig hebt op een e-bike. Ben jij nou benieuwd hoe deze fiets rijdt en hoe die eigenlijk in het echt is? Kom gezellig naar onze winkel. Je kan via de beschrijving van deze video kom je terecht op onze website bij dit product. Daar kan je wat meer informatie over bekijken en je kan een proefrit aanvragen. De proefrit vindt plaats bij ons in de winkel. We hebben een mooie route uitgestippeld voor jullie. Krijg je een mooie navigatie mee en kan je een route rijden van ongeveer 15 à 20 minuten. Kan je precies ervaren wat de motor doet, hoe de zithouding van de fiets is. En hoe die is in zijn rijgedrag. Dat is zeker aan te raden. Dat kan je heel eenvoudig aanvragen via onze website. Had je wat aan deze informatie en vond je deze video leuk, zouden we het enorm waarderen als je de video liked via YouTube. Abonneer op onze kanaal als je meer wilt weten over fietsen in het algemeen. Dank jullie wel voor het kijken en tot de volgende keer.